Ik ben Jos Jochems, voorzitter van COSO Zundert. En wij zijn hier in het COSO-centrum van Zundert, waar wij vergaderen over het algemeen en waar wij onze opslag hebben. Het corona in Zundert heeft natuurlijk grote gevolgen voor ons COSO en voor onze vrijwilligers. Iedereen komt thuis te zitten die normaal vanaf april beginnen met bouwen van het COSO, tenten bouwen, dan de aanloop naar het COSO toe. En ja, die moeten gewoon iets anders zoeken en dat is er vaak ook niet nu in deze periode. Nou, de bloemen die normaal voor het COSO worden gebruikt zijn niet allemaal geplant, planten, knollen gezet. We hebben de helft ongeveer van het aantal beschikbare knollen is nu dit jaar door de buurtschappen uitgeplant. Maar ook hebben ze die verkocht aan buurtleden om de tuintjes in Zundert te voorzien van dahlia's. Ik doe er zelf ook al mee, ik heb er 20 staan in de voortuin zelfs. Nu de coronaregels wat versoepeld zijn, denken wij zeker na over alternatieven. En daar zijn we ook nu eigenlijk mee bezig. We zijn aan het onderzoeken wat we eventueel met de maatregelen van nu zouden kunnen organiseren. Waardoor dat we iets van in de vorm van panelen kunnen gaan maken. Die bouwen dan, willen we gaan bouwen, wellicht op onderstellen. En ja, dan is het even afwachten wat straks, als het evenement plaats gaat vinden op die eerste zondag van september, wat dan de maatregelen zijn. Kijk, we zijn voortdurend bezig met vernieuwing binnen ons COSO. En we proberen qua crowd management en ja, de doorstroming van mensen, daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig. Dus ik denk niet dat we nu uit de coronacrisis echt apart lessen kunnen trekken. Want het COSO, dat brengt mensen bij elkaar. En met duurzaamheid waren wij al bezig voordat het corona om de hoek kwam kijken. Wij zijn echt bezig met de afvalstroming beter in kaart te brengen en proberen ook de afval door mensen te laten verzamelen, door mensen zelf eventueel te laten verzamelen en zorgen dat we een schoon evenement krijgen en daarmee ook een duurzamer evenement. Ik hoop dat we weer snel wel het COSO op kunnen pakken en dat ze allemaal naar die COSO-tent komen om weer aan die wagens te bouwen, de bloemenvelden te verzorgen. En ja, dan hebben we al heel goede stappen gemaakt, denk ik, als we daar weer met z'n allen terug zijn.